De Surfers Club Kota International heeft vanmorgen in het kader van haar 21ste verjaardag cheques aan 16 sociale instellingen overhandigd in het Lalaroek gebouw. Kota Suriname is op 14 maart 1997 opgericht en de leden zijn vrouwelijke professionals. Volgens Henna Draaibaar, president van Kota International Suriname, wordt geluk niet gemeten aan de hand van wat je krijgt, maar aan wat je teruggeeft. De president vertelde met trots enkele van de verdiensten van de serviceclub. We hebben prachtige instituten neergezet, omdat we bij Kota niet geloven aan een financiering voor een moment. Maar we proberen vooral een structurele verandering teweeg te brengen. Daarom staat er in de buurt van de Jules Fernandes school staat Tizona. Een school wat we gerenoveerd hebben voor kinderen met een beperking. In de Rode Kruislaan staat de Grietje Bieschool, ook voor kinderen met een beperking. Die scholen staan niet als gebouw, het staat voor een begrip namelijk. We willen de kinderen de mogelijkheid geven, ook al hebben ze een beperking, dat ze competenties leren, waardoor ze hoe klein dan ook een deel van hun eigen bijdrage kunnen verdienen in hun leven. Daarvoor staan die scholen. Maar er is nog veel meer waar we mee bezig zijn. We zijn nu bezig met een heel mooi project en dat heet Stikwis. Het is een oud project wat er al heel lang lag. Maar het is een opvangtehuis voor vrouwen die even een ander huis nodig hebben. En binnenkort gaan we de pers en iedereen weer uitnodigen, want dan gaan we het formeel lanceren. Maar ik vind dat we op een dag als vandaag ons mooie project wel mogen vertellen. We gaan een tehuis bouwen. Ik zeg het verkeerd. We gaan huizen bouwen. We gaan iets neerzetten waarbij vrouwen, want dat is ook onze doelgroep, die even gewoon niet anders kunnen vanwege hun omstandigheid en voor hun veiligheid even bescherming nodig hebben terecht kunnen. Over dat project kunnen we later meer praten. De doelgroepen van Kota zijn kinderen en jongeren met een beperking, kansarme kinderen, vrouwen en senioren burgers. De club heeft dit jaar 21 aanvragen binnengehad, maar vanwege het beperkte budget konden slechts 16 instellingen in aanmerking komen voor een donatie. De instellingen zullen hun donaties gebruiken voor onder andere renovaties, aanschaf van keukenspullen en meubilair en de aansluiting van een hydrofoor. Vertegenwoordigers van enkele instellingen brachten dank uit aan de club. Nou, ik ben Siska Rusland Engelberg. Ik ben de voorzitter en de oprichter van Stichting Kibrimi. Jullie dit jaar bestaan we 24 jaar. We zijn met senioren bezig. Ons gebouw staat aan de Kwataweg naast de Zondagse Markt. En ik kan u zeggen, het is een eer voor mij om hier te staan. Want de check die we ontvangen wordt gebruikt voor de keuken. Ik heb die voorzitter van Stichting Zonnevoort. We bestaan al 10 jaar. We werken aan suïcidepreventie. Waar we mensen kosteloos begeleiden op onderwijs. Daarnaast weten we ook dat jaarlijks een heleboel, tenminste 10 senioren burgers, zelfmoord plegen per jaar in Suriname. Vandaar dat wij ook een seniorenclub hebben sinds 3 jaar. En het zijn overwegend senioren vrouwen. Die club is natuurlijk over voor iedereen, maar het zijn overwegend vrouwen die komen. En ze komen soms in de taxi, ze hebben alle moeite om te komen. Ik heb het vier van Volta ook een keertje uitgenodigd om te kijken wat we doen met de dingen die we krijgen. Ik ben Rachel Hanna, coördinatrice van de Mees Rubers Stichting Diep en Dans Komen Wenen. Hier zou moeten hebben gestaan mevrouw Jagenheer, de directeur, maar zij is verhinderd te komen. De Rubers Stichting bestaat meer dan 30 jaar en we zijn bezig met kinderen met meervoudige beperking. Tot zover vertegenwoordigers van enkele instellingen die vanmorgen een cheque hebben ontvangen van Kota International Suriname. Er is ruim 65.000 SRD gedoneerd. Het geld is afkomstig van de jaarlijkse Kota Mens Cookout en donaties uit de private sector.